nu, ik straks nog terugkijken op de video. Hij deed twee pro-examen net. Echt geweldig. Een goede hoek natuurlijk, zijn vader. Geweldig, wie dat deed. We mochten het niet een beetje. Mochten dat zijn vader het deed. Hij is wel een beetje bewezen. Voor de tweede viewers kan je dan naar kijken. Het is goed. Dat is onze lat. Dat is onze lat. Ja, precies. Ja. De jonge versie van jullie is dat allemaal. Wat? Ja, een jonge hond, dat weet ik wel. Leeft. Laatste dag gemaakt. Later de mat. Ja, mooi. Oké, ik ga met aandacht van veel mensen. Ja, mooi. Ik zou natuurlijk wel een beetje de examens moeten gaan oefenen en op zich kunnen we dat wel doen. En zaterdag ook gedaan en toen aan het eind zeiden degenen die er waren al van nou, het hoeft eigenlijk niet meer, we hoeven niet verder te oefenen, want het is gewoon wel klaar. Toch gaan we nog wel even naar kijken, maar ik vond het wel heel fijn om een beetje een normale les te kunnen geven. Oftewel mijn normale les. En eigenlijk wil ik daar wel een beetje mee spelen, een beetje spelenderwijs mee beginnen. Misschien wel even door wat beginoefeningen om dat dan te gebruiken. Dus een beetje instapsklommen doorheen. Is er nog iemand die zegt van ja, ik wil echt wel heel veel, nog heel lang examen oefenen? Of een stukje is al oké? Okay, een stukje is wel oké. Okay. Is wel iets? Ja, dus daar zo. Dan gaan we lekker. Een stukje oké. Okay. Een stukje. Zo, niks meer. Ja, of flow en feeling. Flow en feeling, ja precies. Ja. Mooi. Dus ik besef me wel goed en we kunnen het eens laten zien. Bijvoorbeeld Joep en Tom, als jullie hier staan. En doe eens bijvoorbeeld Monatsky Semponare. Dus je doet Monatsky en dan doe je Semponare. Dus je zo. Techniek, Monatsky, Semponare, dat is goed.
Wat vond je zelf van hoe het ging? Wat viel jou op? Dat ik aan het zoeken was naar de afstemming, de afstand, de training. Ja. Wat viel jou op? Hoe waar jij het dan in? De eerste keer was het nog een beetje. Ik ben met de techniek bezig en de tweede keer. Goed, ik ben weer naar de andere kant gelopen. Dat proces zag je gebeuren. Het is natuurlijk, je komt gewoon heel vers binnen en gelijk doet hij dit doen. Maar dat is eigenlijk de meest zuivere manier om gewoon dat je normale, like, weer iets normaal, wat ever normaal is. Om een soort blik te krijgen van hoe gaat het als je dat, als je zomaar een beweging doet. En natuurlijk door het vaker te doen kom je meer in die flow en dat is goed. Maar bijvoorbeeld wat belangrijk is, dat er echt gewaarzijn is. Dat je gewoon eigenlijk helemaal in het hier en nu bent. Mushin, no mind. Sanshin, er is geest aanwezig ook als je werkt. Gewoon dat je die hele goede staat hebt en dat is heel belangrijk. En je kon goed zien, als je kijkt naar jullie geest, er was echt bezig en jullie beschreven ook waarmee je bezig was. En je zag dus dit, zeg maar. En bij jou was het al snel veranderd. Bij jou was het, ging het ook veranderen, maar je zag echt een groot verschil. En waarschijnlijk dus dat je echt niet aan de ging bewegen. Maar dat is eigenlijk wel belangrijk, dat we eigenlijk zo snel mogelijk opwekken. Niet dat, en bezig met van alles. Gewoon, ik zit in die staat en ik ben gewaar als ik beweeg. Dus we gaan deze oefening doen. Het is nog steeds Semponaka, maar dan heel statisch. Dus zet ik iets hand zo aan. Pak ik hierboven vast, hier achter de elleboog. En dan beweeg ik hem daar naartoe. Ja? De andere kant. Hier bewegen. Daar naartoe. En dan die oefening op die blijft staan. Ja. Ja? Dus dit is zo. Niet werken, maar ik weet dus daar zou dat doen. Wat je dus merkt, je geest staat helemaal vast gewoon. Normaal zou je niet zo reageren, zeg maar. Zou je, dus normaal in Aikido zou je een gevoel hebben. Als je dit al zou doen, voel je, dan zou je wel reageren. Dus dit is dus zo'n voorbeeld, het zit gewoon helemaal vast, zeg maar. En je wil echt afstemmen met elkaar. Dus als ik mijn arm geef, is er heel veel gewaar zijn. Als jij iets gaat doen, dan voel ik dat er iets gebeurt. Dan ga ik daarmee bewegen. Snap je? Dat is denk ik het moeilijkste om dat in je dagelijks leven te hebben. Ja. Maar dat is wel het makkelijkste ook, want je kan steeds oefenen. Als je gaat tanden poetsen. Nou ja, als ik kijk als ik tanden poetsen, dan zeg ik wel, oh ja, ik zou het niet meer doen. Zo gaat het nou eenmaal, maar ik probeer het wel te oefenen. Ik denk dat ik vroeger beter in was dan nu, maar ik weet ook niet wat er aan het is. Maar ik blijf dan oefenen, ik geef het niet op. En als ik mijn kleren aan doe, dan doe ik het ook. Dan voel ik hoe sta ik met mijn benen. Eigenlijk is het gewoon een dagelijkse oefening bij alles wat ik doe. Als ik opsta, als eerste als ik opsta, doe ik hetzelfde. Ja, dus dan voel ik al wat ik doe, dan draai ik zo, zit ik zo. Ja, dan word ik wel kennen. Ik ben altijd gewaard te zijn. Als ik naar bed ga, hetzelfde. Dus ik probeer gewoon steeds in die staat te zijn. Dat vind ik zelf belangrijk. En ik denk dat het eigenlijk wel belangrijk is. Dus zeg maar, als jij zo iets doet en je zou dan bewegen. En je doet het. En ik doe dit. Dat is iets heel anders. Of je moet gewaar zijn, nou, ik ga gewoon vechten tegen je. Maar waarschijnlijk was het ook niet. Het was niet bewust aan het vechten tegen me. Het zou een nieuw soort Stefan zijn. En het is contact maken. Dus ik bied iets aan, ik ben Boeke. Jij beweegt en dan zit je gewoon net aan de andere kant op. En jok. En je zou aan het oefenen, zeg maar, samen. En ook het vaste houden is ook van, ook een rol, wat moet ik gaan doen? Nee, ik ben hier gewoon, ik ben helemaal leeg en ik voel wat er gebeurt. Ik zit meer in een ervaring, waarmee ik voel wat daar binnen gebeurt en dan gaat iets gebeuren en dan, oh ja, dan gaat, oh ja. Ja, en dat wil je eigenlijk al vlot kunnen opwekken. Ja, dus probeer het zo weer samen. Ja, wakker worden, man. Thank you.
echt een beetje. Ja, nee, dat kan niet. Nee, dat is het. Misschien vaak gedaan dan de andere. Dus als ik die kant op ga, dan rol mijn tandembal naar die kant, de andere kant. Zo richting binnenkant been. Dus naar mijn hiel, bal van mijn voet, grote teen. En de andere kant. Niet eroverheen rollen zo, en dan heb je uit balans. Je bovenlichaam niet draaien, je ligt helemaal recht. Je schouders draaien niet, je heup draait niet. Als je goed kijkt, zie je ook bijna niet je lichaam heen en weer gaan. Want als je heen en weer gaat, dan heel snel over je lijn van je grote teen. Als je heel goed voelt, dan voel je die tandembal gaat naar bijvoorbeeld naar links, dan gaat je linkerhiel drukt in de grond, maar je rechter bal van de voet drukt in de grond. Andersom, ga je naar rechts, rechterhiel in de grond en de bal van je voet van links, daar drukt het. Doe het eens iets groter, gewoon, je gaat dus niet zo, maar je gaat zo. Ja, dus als ik naar die kant op ga, dan gaat die naar beneden, links zak naar beneden, zo naar hier. Dit is veel te groot, maar dat is wat jullie niet gaan verplaatsen. Naar je hiel. En dan gaat die andere kant een zak, het kant door je heup weg, dat je naar je rechterhiel gaat. Dat is dezelfde richting. Dus als je hetzelfde tempo doet, de armen gaan naar rechts. Links zakt, je linkerheup zakt richting je hiel. Binnenkant van je been. Ga je weer midden. Ga je naar links en rechts zakt. De heup zakt naar rechts in je hiel. En weer recht. Zak in je hiel. Zak in je hiel. En dat ga je doen. Dat kan je steeds kleiner maken. Dan zie je je bijna niet meer bewegen, maar nog steeds gebeurt hetzelfde. Geduwd zou worden tegen je heup, sta je super stevig, want je staat aan de binnenkant van je voet, been en op je hiel. Kantel je heup, het is heel klein beetje, want daarmee gebruik je binnenste spieren. Het is dus niet hier heen en weer gebruik je heel andere spieren. Het is het kantelen van je heup, waardoor je binnenste spieren, die kleine spieren, bezig zijn. Er zit er ontzettend veel in je heup, aan je bot of aan je benen. Het is niet dat je die aanspant, maar die gaat jezelf actief worden, dat je een klein beetje kantelt. Je staat met je gezicht aan en toe, je staat goed in je knie, je staat er dus half achter.
Ja, dus de foute manier, maar dan hebben we al gedood naar die kant. En de goede manier, dat zakt naar binnen. Je ziet me ook helemaal niet zo gaan. Het is alleen maar foute manier. Alles gaat die kant op, maar dit is de goede manier. Ik denk, zie je iets bewegen aan mij of niet? David ziet mij zo goed, hè? Laatste keer dat ik, je ziet niks. Toen zei je, nou ik zie dat, was precies goed. Dus misschien kijk nog eens met je x-ray. Dus je ziet niet dit. Ja? Ik zag net bij heel veel mensen dit gebeuren. Het is meer dat ik gewoon die lijn hierin zet, naar beneden. Ik ga nog een beetje langer. Ik doe daar eigenlijk ook aan de techniek.
Hey, mooi, ja, gaat dat steeds leuker. Ga er nog een beetje naar kijken, dus als je blijft staan. We deden net deze, die draaide zo. Op het moment dat je zo gaat, dan blijft hij hier zo naar beneden gaan, naar je hiel. Doe maar eens met me mee, hè. Dus je maakt de slag. Dan kantel je heup iets, zodat die binnenkantlijn zo naar je hiel gaat. En dan je bal van je voet in je grote teen. Maar terwijl dat die gaat, gaat die daar ook. Dat moet continu doorgaan. Dat zijn die twee opposite forces. Dat moet wel twee kanten blijven gaan. Dus als je nu toch denkt van, nou, ik ga een beetje draaien of ga toch even duwen. Ik ga hem even hangen en duwen. Is het weg hier, voel je dat? Dus je hele stabiliteit, je hele opheffen van dualiteit is weg. Je zit weer in dualiteit. Dus je gaat ze allebei tegelijkertijd, ga je ze lang maken, even lang. Doe maar. En nu zijn ze allebei actief. En dan laat je het allebei los en dan gaan ze allebei weer terug. En nog een keer aan, gaan ze allebei. En dan de andere kant. Allebei tegelijkertijd. Ontspannen, komen ze allebei terug. Ze zijn even lang. Dus het is echt serieus. Je bent niet aan het duwen tegen die ander. Kan niet, want je bent alleen maar bezig om twee kanten op te gaan. Dus ik doe het nog een paar keer niet tegen. In jezelf ga je die twee krachten zo twee kanten op doen. Dat creëert het effect hier bij de hand onder andere. Ik denk dat de hele tijd te zeggen, maar misschien met andere woorden krijg je toch andere inzichten. Dus het rollen van je tandembal, vroeger deden we dat zo, hè, weet je nog zo, links 1, 2. En dan van je tandembal oefening vooruit, achteruit, schuin naar voren, schuin naar achteren. En dan zo naar voren en een rondje draaien, weet je nog. Maar dat is best wel groot. Dus ik vroeg ook aan Sensei, is dat groot en het is echt wel kleiner. Maar het is wel hetzelfde, het is nog steeds die rollen van die tandembal, maar dan is het heel klein. Het is hetzelfde gevoel. Dan voel je zo twee kanten stretchen. Je blijft het herhaald en het echt goed in je systeem zit. Zal ik er thuis ook mee te vogelen van hoe zit het nou precies? Er zit wel mijn aandacht ermee waar je dan mijn tanden poetsen, merk ik. Ja, echt heb je aandacht bij je. Als je gewoon niet meer tanden poetsen, is het moraal. En dan gaan dikke. Misschien helpt het voor je tanden. Dat gebeurt al bij een inkant van het lichaam. Je kan ook in die term voelen dat dit en zo gaat, maar dan gaat het niet verschouwen. Ja. Ja, deze kant is helemaal leeg. Is helemaal leeg. Ja, zo voelt het. En dat is de kant die bij de ander is, zeg maar. Dus hier de lege kant. Als ik ga duwen zo, dan gaat die vullen. Voel je dat? Dan gaat het gewicht erop en dan wordt alles vol en wil dat gaan duwen. Het voelt eigenlijk heel leeg. Dus nou leg ik het uit zo met die twee richtingen en voel je nou iets nieuws? Want we doen het al een tijdje, zeg maar, deze oefening. Niet super lang, maar al een tijdje. Voel je nou iets? Ik voel die druk minder op die borsten, voel ik wel. Als ik eerst gefocust op die voel ik lekker leunen, lekker hangen in die hiel. Ah ja, ja. En deze was iets, breng iets meer naar het midden, maar de druk is toch een stuk minder op die borsten dan. Ik zat helemaal in die hiel dan en denk, oh, hier zit ik lekker. Ja. Hiervoor is je nog vrij licht of zo. Dan heb ik er niet heel erg op de druk daar ook. Zoek je naar wat de druk is op die koers. Ja, precies. Dat is goed om daarin door te gaan. Zo zat ik ook een beetje te puzzelen. Want als hij te licht is, gaat het niet werken. Want dan voel je al, dan ga je gewoon om als je getest wordt. Het is wel een soort. Als het druk is, dik wat je net zei, dan is het echt duidelijk aan die hier zo. Pieter Kelly zei voorheen dit zo, weet je nog, in Kendall zo, dat die lijn zo. Maar als je dit doet, de druk aan die andere kant die ergens moet zitten, die zit wel echt op de bal van je voet. Voel maar als je hem doet. Je moet ergens druk hebben bij je voeten. Niet op je hiel. Zeg maar, de bal waar die naartoe rolt, zit hij op de hiel. Ja. En waar die bal niet is, daar zit hij bij de bal van de voet. Ja. Dan echt dit stuk. Ja.
Ja, dat is goed. Ja. Want als je die weghaalt, haal die maar eens weg. En dan ga je. Dan is er gewoon geen balans meer tussen links en rechts. En dat kan alleen maar als je die binnen actief blijft. Anders red je het ook, dan kom je niet bij die bal van de voet. Als je dat binnen loslaat, dan wordt het een grote paard, zeg maar, tussen je benen. Gaat zo wijd. Dit is, het vraagt echt oefening, want meestal als ik het zo, als ik begin, ben ik eigenlijk nog niet genoeg ontspannen in mijn knieën. En het is heel lastig om die grond te voelen. Dan voel ik het wel, maar als ik het nu zo'n tijdje doe, dan voel ik het steeds sterker worden. Dan voel ik steeds meer dat die druk de grond in gaat. En, dus het is ook even dat opwekken. Soms sta ik te veel naar achter, dan kan ik niet bij die bal komen. Dan voel je gewoon dat je te veel naar achter hangt. Dan moet je gewoon even zoeken van, hoe kom ik bij die, hoe hang ik in het midden van mijn voet. Dus ook van je tenen en je hiel, ook daar in het midden hangen, niet te veel naar achter. Het voelt als ik het zou, zeg maar, voelt het alsof hier in het midden blijft mijn centrum. En hier is dan zeg maar de druk en hier is de druk, dus echt in het midden. Maar als ik niet in het midden hang, dan kan ik niet tussen die twee punten zitten. Dus ik zit echt op die lijn van mijn hiel en mijn bal van mijn voet, daar blijf ik zitten. Eigenlijk roteer ik mijn as in het midden, waardoor de druk naar mijn hiel kan gaan en naar mijn bal van mijn voet. Maar dan ga ik iets naar achter leunen, kan ik nooit meer bij mijn bal van mijn voet komen. Voel je dat? Je hangt gewoon niet meer in het midden, dus je roteert eigenlijk je shimashira, waardoor het eigenlijk gebeurt. Daarom als ik dit zie, dan weet ik al van dat gaat nooit lukken. Je kan niet meer in het midden zitten van je hiel en je bal van je voet. Voor de plaatjes, denk ik. Dus je hebt druk op de hiel, zo echt aan de binnenkant, en bal van je voet. Dus waar kan jij zijn met je centrum? Alleen op deze lijn. Ja? Maar gaan we eens proberen hier te hangen, dat deden we net. Dan krijg je hier geen druk. Je kan die druk vanuit hier, die krijg je nooit meer hier. En als je naar voren hangt, lukt het ook niet. Dus eigenlijk roteren hier zo, waardoor die de grond in gaat. En die gaat de grond in. Sensei legde het lang geleden in Italië wel eens uit van als je zo met je voet beweegt en hier zo, krijg je ook een beetje dat gevoel. Je kan het zeg maar zo roteren op de grond. Je hebt een aantal draaiingen met je voet ook nog zo, dat je zo doet zeg maar en zo. Dus zonder te draaien. Noem maar eens zeg maar, als je op je voeten staat. En je wilt dit doen, allebei zo naar binnen draaien, dit zeg maar. Maar niet bewegen en je voelt alsof ze zo draaien. Dus je hiel die drukt een beetje naar buiten en je tenen willen naar binnen. Voel je dat? Nou krijg je net zo'nzelfde effect van binnen. Voel je dat? De binnenkant van je benen zijn actief, je staat echt in het midden. Ga maar eens achterover hangen en dan zo draaien. Dat lukt niet. Je kan die druk niet brengen daar naartoe. Hetzelfde is andersom, dat je voeten naar buiten draaien allebei. Hetzelfde, voor je oma is je binnenkant van je benen actief. Mm-hmm. En je hiel en je bal van je voet voor je allebei drukken. Ga maar eens naar voren hangen. Ja. Je hiel schiet gewoon weg, zeg maar. Ja. Ik ben hier 4 jaar geleden. Dus nou, als je het nog een keer doet, hang je in het midden. Hier zit ik wel eens mee te pielen. Gewoon even te gemakkelijk ben, dan hang ik niet lekker in het midden. Maar als je het een aantal keer doet. Voel je echt die druk bij je hiel, jij zit in het midden en dan de druk in de voorvoet aan de andere kant. Is het dan ook oké om die spiertjes daar dan de binnenkant te gebruiken om daarin te komen? Of is het echt wat je vanuit je centrum draait doet en dat is het gevolg dat het daar komt? Of mag het ook als een zorg? Ik zou dat laatste zeggen, maar stel er maar mee. Door je heup te kantelen gaat het eigenlijk gebeuren. Dat is een effect dat dan niet actief wordt. Ja, dat is een effect, niet een wat je al aanstuurt eigenlijk. Met je benen, maar dat zou ik niet zo intuïtief zeggen. Nee, het is meer, ik voel echt mijn tandembal en die andere kant op gaan, vooral dit. Waardoor mijn hele lichaam gaat reageren. Ja, precies. Ik creëer die opposite forces. Als
ze nou gewoon maar 30 minuten dit doen, gewoon, dan kunnen we allemaal makkelijk die grote vormen. Iets veel lastiger. Maar als je dit kan doen en ook in je beginoefeningen, dan gaat het echt veranderen. De vorm is niet zo groot, maar het effect is echt ontzettend groot, die van als je het goed doet. Nog eens doen met iemand voor je en dan doe je gewoon hetzelfde. Denk niet aan een wegduw, maar dit opwekken. Hij doet het terug. Ja, precies. Ah ja, goed. Goedendag. Het staat nog steeds voor die je getest wordt. Als je goed in je kie staan, dan gaan die handen steeds meer op opwekken die opposite forces, die tegenstelde krachten. Alleen maar die tegenstelde krachten opwekken. Je moet een nieuwe tegen, alleen die twee kanten op gaan. Nee. Ik twijfel er wel. Dat is wel super. Ja. We gaan deze nog verbeteren. We gaan met z'n drieën doen, als volgt. Ik sta hier. En je duwt tegen de heup. Mag ook hier, maar kijk, dit is het. Maar dit is het beste dat dan als het zwakke punt is. Jij gaat die beweging inzetten. Dus twee kanten, hier binnenkant ben je daar naartoe. Zet maar in. En door mee opwekken. Dan ga je daar naartoe. Dus je bent ergens naar hem toe gaan richten. Dus misschien ook een zwaar, moet even meer. Niet doen. Alleen maar jij doet tegenstelde krachten. Het maakt niet uit wat er daar gebeurt. Want ik ben nu de andere kracht. Hij duwt tegen die. Dus dan zou hij zwak zijn. Als hij daar naartoe gaat, zou hij zwak zijn aan die kant. En die best zit in de hier. Maar dat maakt niet uit. Jij gaat twee kanten op. Meer. Goeie. En dat doen we dan mee. We schrijven juist van binnen. Van wat we bij kunnen voor verschillende net. Ik stond toch wel helemaal stabiel. En dan de eerste keer, wat was er dan anders? Dan zit ik toch ergens van binnen eventjes te wrikken en te broeten van een ergens een opening te zoeken of zoiets. Dan ben ik ergens anders mee bezig dan. Dus precies wat je zei aan het begin, dus die geest die bezig is, waardoor je niet in die staat bent. Om dit te zien op te werken. Precies wat je hebt. Nou, allemaal met dik, dan voel je het. Ja, met z'n drieën dus. Nou, een keer en blijf aan. Ja.
Maar niet dat het verder gebeurt. Van binnen zijn jij twee kanten. Niet zo explosief, moet maar heel rustig. Ja, nee, niet explosief. Kom je lijkt alsof ik energie kan overbrengen. Dat is wel een beetje leeg te duwen ook weer. Ja, als je naar jouw kracht gaat, jouw steker. Your force. The force is strong in that one. Als je er gewoon... Die je van binnen opwekt. Je werkt allerlei bewegingen in je lichaam op. Zeg maar. Dus je kan ook wel snel van buiten en uiteindelijk begin je ook wel van binnen te flowen. En nu doe ik het een beetje andersom. Hey, van binnen kan ik het op gaan wekken. Ja. Nu komt het een beetje naar een soort masterpiece. Ik zie het sensei steeds doen. En ik zat in Japan heel goed te kijken. Op laatst zag ik het ook en ik zie het hem al jaren doen, maar nu met deze uitleg. Maar het is echt nog niet zo makkelijk, maar we gaan het gewoon proberen. Het is
nog niet makkelijk, dus eigenlijk onthoud je alleen maar makkelijk. Dus dat het niet dat het moeilijk is. Dus hier, en dan stap je uit en dan val je naar beneden. En dan gaat je tandem helemaal naar die kant. Maar niet zo gaan doen. En dat is echt, toen ik probeerde het ook, en mijn armen gaan alle kanten op en doe zo lang al dit. En opeens gaan ze daar naartoe, dus het maakt niet uit, dat is alleen maar goed. Dus kijk, ik ga omhoog. Ik stap met een lege stap en ik ga daar naartoe. Maar dan zou ik dan helemaal naartoe moeten gaan. Daar naartoe. Dus kantelen. Dan doe ik hetzelfde. Ik kantel hier in dat been. En nog steeds sta ik gebogen naar die kant. Zie je dat? Ja. En dat zie ik sensie ook doen. En ik denk in het begin dat dat kan gewoon niet wat die deed. Misschien herken je het een beetje. Zo, ja. Het is een beetje gek zeg maar wat je doet. Dit kan ik dan wel zien. Maar hier, terwijl ik die kant op beweeg en dan daar naartoe gaan we met dat nembal. Ik ben het een tijdje aan het oefenen en ik durf nu aan om het met jullie te doen. Jullie ervoor, niet wel. Ga maar staan, dan moet je maar eens opletten. Het is te doen. Makkelijk. Ja. Het is makkelijker dan je denkt. Dus je hebt naar beneden, 45 graden en omhoog, 45 graden. Lege stap daar naartoe. Dan zak je daar naartoe en je komt in die. En nou heb je een gevoel dat je waarschijnlijk meer op je been staat waar je armen naartoe zijn. En dan ga je kantelen naar die kant, zonder je gewicht te verplaatsen. Hoor je dat? Kantel je en dan voel je die binnenkant en die hiel wordt actief. En je staat nog steeds op de juiste manier. Zie je, dat is echt super makkelijk eigenlijk. Dus het is te doen. Alleen voor de gein, doen we eens in één keer zo dit en dan kantel je naar de andere kant. Ja, precies. Ja. Het is gewoon makkelijk, dus we gaan even terug. Want nu zie ik dus allemaal dit gebeuren. Dat gaat niet werken, want dan breek je het systeem. Dus rustig. Omhoog. Lege stap. Je valt er naartoe. En als je daar bent, kantel je de andere kant naar beneden. Je staat nog steeds op rechts, maar je kan binnen naar links. Ik zal, doe het allemaal hetzelfde kant, dan kloppen de woorden met het gevoel. Dus hier. Hier, we gaan naar rechts, lege stap, zak naar rechts en draai je dan helemaal naar links. Dus je gaat naar je linkerhiel. Ik voel nu echt mijn benen aan de binnenkant allebei super goed. En mijn hiel voel ik hier en mijn grote teen, boven mijn voet voel ik rechts. Zo, hè? Als je het loslaat, dan val je vanzelf een beetje die kant op. Voel je dat? Het ging vanzelf, hè? Hier zo. Nou, dat is gewoon echt gecompenseerd. Hier ben ik die aan dorp aan het doen en daar is mijn tanden hetzelfde gevoel als net. En de andere kant. Laag, hoog, lege stap. Je valt naar links en je kan helemaal gaan naar rechts. Ja, het is best wel te doen. Probeer een paar keer voor jezelf.
Ja, ik zie hier. Ik zie hier maar wat ik weet.
Nu oefen ik om eerst door mijn been te zakken en dan eigenlijk dan mijn tanden naar de andere kant te brengen, waardoor ik eigenlijk dus mijn tanden al naar mijn stappende voet had gedaan. Exact, ja. Dus ik hou hem niet achter, maar ik breng hem ook wel eerst naar voren en dan weer terug. Dat doe je nu, ja. En wat was je vraag? Of dat de bedoeling is of dat ik hem achter moet houden en... Oh ja. Als je er gewend aan bent, dan is het dit. Ik zak naar die kant, maar ik zak hier naar beneden. Maar als ik dat meteen ging zeggen, merk ik nu al wat moet ik doen. Ik moet die hielpal helemaal in de bankbuis zetten. Die heup zo te kunnen draaien. Uiteindelijk is dat ook wel. Het is er net een beetje mee te experimenteren. Dus hier, ik val daar naartoe. Je ziet echt, ik ga echt naar het eind van de middelste derde. En tegelijkertijd valt mijn tandembal hier naartoe. Hier. Ik val hier naartoe, terwijl dat ik daar naartoe ga. Dus ja. Zo proberen. Dan wordt die soepel. Dus als we het samen doen. Laag. Hoog. Ga naar rechts. En val naar links. En je staat aan het eind van je derde aan de rechterkant. Niet in het midden of daar. Je staat aan het eind van je derde aan de rechterkant. Maar je kan neem wel eens naar links. Laag. Hoog. Vallen we de andere kant op. Dan neem wel gaan naar rechts. Dus het is heel gek. Daarvoor lukt het me eerst niet. Omdat ik naar links ben. Voel maar, alles is naar links toch? Ja. Te voelen. Maar rechts is met dan net wel naar beneden gaan, naar mijn hiel. Het is asymmetrisch bewegen. Ja, precies. Dat moet echt zijn. Als het eenmaal in je systeem komt, dan moet ze je niet aanraken, dan schiet je gelijk door naar de maan, zeg maar. Want je creëert zoveel kracht op, zeg maar. Nou, of 10 centimeter per uur. Kan ook dat je in het centrum gaat, het centrum of de haag van hier, dat is. Ik dacht dat we elkaar op in het centrum. Ik voel veel naar de rechter en vraag uit als ik van Lembaan naar beneden laat kijken en ook daar. En ik corrigeer tegen wat naar positie. Ik kan niet aan me volgaan. Wat is die in beweging? Normaal gesproken is identiek. Ja, alles gaat naar links. Ja. Dus nu heb ik hem dit geleerd. En nu ga je ook naar rechts. Dus blijf naar links gaan, want je middelste derde, nu hang je naar rechts, ja. Terwijl je naar links aan het bewegen bent. Dus beweeg naar links. Dus jouw middelste derde, wat je nu doet, met je middelste derde ben je naar die kant te gaan. Ja. Terwijl je naar die kant moet gaan met je middelste. Daar moet je naartoe. Nog meer. Is jouw as? Mm-hmm. As moet hier naartoe, hier zo. Hier zo, aan het eind van die derde. Yes. En dan kant op hier naar beneden. Dan heb je te compenseren. Oh ja, zo ja. Probeer maar voor jezelf dan maar. Het gaat uit de kont. De kracht, hè, het doet ontspannen. Train het vooral zelf. Wie niet anderen het al te leren, maar probeer het vooral zelf te leren. Is het niet makkelijk? Het wordt wel snel beter als je het steeds blijft herhalen. Robot omschrijven. Ik zie mijn soms nog een beetje lastig. Ga dan terug naar dit.
hier. Ga naar het eind van je middelste derde, naar de kant waar je arm is. Zorg dat dat eerst gebeurt. Dus ik zie nu al een draaiing en dan mis je helemaal de basis. Ga middelste derde naar het eind. Als je daar staat, ga je hier met je tanden naar beneden. En dan wel daar naartoe. Dan even één voor één. Zodat je dat door hebt. Eind van je derde, dan naar beneden. Als dat gaat, dan doe je het in één keer. Dus als je van Stefan, categorie. Het voelt even anders, dan kan je nu al snel vannacht doen. Vannacht naar. En ik voelde net al gebeuren dat ik het in mijn eentje deed. Ik voelde hier zoveel ki, dat ik eigenlijk nog nooit gevoeld heb voor. Meestal als ik naar die kant hang, dan voel ik ook wel ki, maar meer onzeker. Niet echt een basis of hier de ki-stroom. Als ik dit doe. Ik gewoon echt dit helemaal als één groot blok. En ik ging net naar beneden hiermee en ik voelde ook echt als één blok wat naar beneden ging. Straks door de andere kant. Bij Sensei voel ik dat ook steeds. En ik zat wel te zoeken van hoe doet hij dat nou? Naar beneden vallen, het druk erop zetten, draaien hier aan die kant. Maar het lukte me nooit om dat op te wekken. En nu ging het eigenlijk een beetje vanzelf. Dus hier. Je hoort het ook aan te vallen. Nee, ik doe het niet hard, ik ga niet naar hem toe, maar ik ga gewoon die kant op vallen en ik zak in mijn andere been. Andere dan in. Switch naar de andere kant. Wat merk jij? Wat ik sowieso merk is de slapte die er niet in zit, vanaf het begin tot het eind. Dus er is een teken of slack makkelijker voor mij om contact te zoeken. De beweging als volgt, dus volgen en het kiezen van jouw oefening, dan is het inderdaad, je valt met het blok wat eigenlijk naar de grond gaat, val jij mee. En, doe je nog verschillende armen met wat je normaal zou ik voel duidelijkheid, dat voel ik vooral heel erg. Normaal gesproken is het ook wel heel duidelijk, maar dat is denk ik toch iets anders als je met zachte kie op elkaar af bent gestemd, dat is een heel andere oefening dan dit. Dit is meer kern en niet fysiek hoor, het is echt super innerlijk, maar het fysieke is wel natuurlijk wel een aspect daarin waarin ik eraan geplakt ben en ik val op de grond. Ja. Als ik zachter wil vallen, dan moet ik mijn ruimte opgeven om dat een beetje te temperen. En dat zie ik niet als optie op deze manier bewegen. Nee, het blijft van contact houden. Het is wel, ik moet inderdaad wel recht zijn, want het is wel. Ja, als je blijft staan dan is het neusvorm die op je afkomt. Ja, precies. Mooi, dus hij zegt één, van als ik contact maak, dan voel ik ook echt iets om met contact mee te maken. En twee, oekumi is eigenlijk echt in die verbinding. Het komt gewoon heel duidelijk over en dan ga ik erin mee. Ja, ik zou het gewoon geprobeerd is. Dus uiteindelijk het vallen. Maar die andere kan ik niet aan hebben, maar wel gewoon de normale linkerkant op. Dus zo, doe nog eens Sayakata voordat je helemaal vergeet wat Sayakata is. Ja, dus hier, opzij, reach, mee. Ja, dan staan we hier zo, onthoud het goed, hè? Dat doe je al heel lang. Dus, reach, mee, sam, shi, go, rock, shich, hach. Oké, voel je? Je gaat naar de middelste derde, naar de kant waar je armen naartoe gaan. Ja? Nou probeer te zakken naar die andere kant, maar nog steeds wel de vorm halen, want anders dit zie ik gebeuren. Ich, mi, san, chi. Dit gaat nergens meer over. Dat klopt niet meer, want je bent wel zwak. Dus je blijft nog gewoon. Ich, mi, maar dan zak je naar die andere. Ich, mi, ich, mi. Each, me, each, me, each, me.
niet, iets, niet, iets, niet, iets, niet, iets, niet, iets, niet. Zo, dat zal de spierpijn maar hebben. De gebruikte spier die we volgens mij niet vaak gebruiken. Maar voel je, ik snap nu ook van, als ik dit doe, ik ga hier naar beneden met al die spieren die hier zitten. Ik heb ook een lang geleden van Facebook een filmpje gedeeld met al die spieren die hier binnen zitten. Ook bij de schouder en bij de nek. Dat is super interessant. Maar meestal gebruik je die grote. Maar als je al die hechtingen gebruikt, al die spieren, dan ben je hier super stevig. Ik voel nu ook gewoon echt een anker. Terwijl ik hier het anker uitgooi, zit het wel hier vast. Dus dan probeer je nou eens met z'n tweeën ja, te door die dingen al een beetje naar te Ik geloof niet dat hij het toepast.
Ik heb het niet. Ik heb zien, hè? Dus bij de neiging is bij mij tenminste, en ik denk dat het bij meer is, als ik hier en hier gewoon toch naar die kant willen gaan, lege stap, hier, en dan gaan we aan die kant gaan werken zodat er iets gaat gebeuren. Maar ik ga hier en ik ga naar die kant naar beneden. Gewoon ja. Dus, wat we net deden, maar ik wil nog even dat duidelijk laten zien. Hier, het, soms had ik ook, wat het net ook maar bij anderen ook, dat het te kleine stap was.
lastig, dan kom je er eigenlijk niet. Dus je hebt gewoon een stapje, een lege stap, dan val je in een saaie kater, maar die stap naar beneden. Terwijl dat ik zo ga, zak die naar beneden. Zie je? Dit zak naar beneden. Ik ga nog steeds gewoon een saaie kater doen. Ik ga niet hier naartoe of iets anders. Het is echt wennen hoor, dit is ook mijn eerste les dat ik het zelf zo op deze manier doe. En die zak daar naar beneden. Zie je dat? Terwijl dat ik daar naartoe ga, ik sta toch duidelijk daar zo aan de middelste derde aan het einde. Je ziet die zak naar beneden. Ik zal proberen nog een keer terug te doen. En ik zak daar. Ik val daar en ik zak aan die kant. Jullie deden dat ook niet uit. Je hoort dat niet. Vervolgens wat ik eerder vroeg, zeg maar, ik merkte wel dat het een aandacht hield bij een zware kant. En de lege stad dus leeg hield en daar niet heen wilde lopen. Maar juist mijn aandacht wel bij een zware kant bezig had gezet. Ja, ja, dat kan me voorstellen, ja. Geometrie illuminare, hetzelfde. Dus normaal van de vorm hier, helpt door en hier valt hij naar beneden. Dus waar zal mijn tandem zijn? Geen die daar wees, die je mag gewoon gelijk nu nee. Aan de andere kant. Hetzelfde gevoel. Ik zat net in mijn eentje te doen, maar met z'n tweeën is hetzelfde. Dat is wel logisch. Ja, toch is het anders als een ander komt. Hij komt aan, hier en ik zak naar die kant. Hier is gewoon nog net zo zacht als altijd. Je zit gewoon hier heel zacht. Maar het zak wel hier naartoe, in plaats van dat ik hem hier naar beneden wil drukken. Nou, op manier zou dat denk ik zijn, zou ik proberen. Hier, en dan toch proberen hier bij hem. Nou ben ik op dit been hier aan het drukken. Ben ik aan mijn volle kant aan het duwen op hem. Ik zak hier naar beneden. Ik zit nog steeds wel hier. Maar ik zak hier naar beneden. Hier en ik zak hier. Dat is echt een lekker gevoel. Yes. Ja, dat is zeker lekker gevoel. Waar zou mijn tandem naartoe gaan? Achter. Yes. Lekker hè? Wow. Als je nog een keer wat doen we met zo? Hier. En dan? Voorzitter. Ja, klopt. Ja. Achtervallen. Spelen wat je net deed.
Als jij of ik ga naken, snap. Gaat pas wel. Veel meer percentage naartoe dan daar. Van gelijk. Oké. Okay. Nu zak achter. Oké. Okay. Welkom in de psychodirectie. Dat wordt gezien als je naar het volgende been.
Yeah.
Bijna alles. Ik heb het niet.
met een beetje. Ja, als vergeten hoe je tot nu toe hebt gedaan, nu alles in de pan heeft vallen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ich nie sam Chigo, Chich, Hach, Ku, Ju, Juich, Juni, Chusan, Chi, Chugo, Chuok, Chich, Chuhach, Chugu, Niju, Nijuich, Hich. Mensen nemen net ik moet er 6 in totaal doen. Ik doe 2 showmen, 3 jokermen en 1 manet. Prima. Dan loopt hier 20 minuten. Ja.
Ik weet niet of je echt de volle 30 wil benutten. Ik hoef met 5, dan ga ik kijken. Ik heb allemaal het gevoel voor jezelf. Ja. Thank you.
Er stonden ook wat foto's van en het is zo leuk om te zien. Iedereen doet wat anders. Denk, wat is dit voor seminar? Uiteindelijk doet iedereen het wel wat anders. En terwijl normaal altijd je doet hetzelfde. En dat zag je nu ook. En het is echt gaaf om te zien. Echt leuk. Echt gaaf. Flow, vette flow daar zo. En ook daar, ik zeg, kom ik even achter elkaar. Vette flow. Jullie met z'n tweeën ook lekker bezig, maar ook flow. Maar toch even kijken. Mooi met die IQ, hè? Dat is die eerste been zo op achterste been, maar dan die, en dat is het achterste been. En dan die gaat vanzelf heel zwaar worden. Ja, het is echt gaaf om mee te spelen. Jullie waren ook lekker bezig, die laatste Shiro Gurius ook gewoon. Die stond gewoon echt perfect.
Ja, maar... Ging lekker ook. Ik zou zeggen, nou, zaterdag zat wel de laatste les. Lekker van niet op woensdag. Lekker iets moois van maken met z'n allen. Kun je aandacht in doen, denk ik. Principes, die mogen weer gewoon vrij van examenslet geven. Anders doe ik het mezelf toe. En hoe was dat? En dan ook daarna, gewoon überhaupt, wat schiet je als eerste binnen? Wat was er vandaag? Het is heel mooi om te zien wat jij binnenbrengt. En in mijn geval, ik probeer onmiddellijk aan te passen. En ik probeer tijdens de oefening voor de examen. En het maakt makkelijker. Mm. En ook met dankzij het seminar. Dan heb ik ook de rust, innerlijke rust, dat ik kan ook wel oefenen en proberen te doen. Oh, dus ja, bedankt. Ja. Maar dat is ook wel via sensei en oude sensei. Dus, wat ik binnenbreng is over die. Ja, geef het door. Kun je het ook weer doorgeven? Dankjewel. Het begint een beetje moeilijk omdat je iets nieuws krijgt, waardoor je met je hoofd er natuurlijk bij gaat zitten om te proberen te voelen toe te passen. En uiteindelijk, als je gewoon naar de instructie luistert, van ja, zak gewoon naar die andere kant toe. Ja, en dan gewoon het loslaten en dan maar in één ding proberen te doen. En toen ging het eigenlijk veel makkelijker, waardoor ik het zelfs kon toepassen in een examenprogramma eigenlijk. Iets wat je aan 10 punten wil denken, wordt eigenlijk gewoon een simpele opdracht van zoek je centrum. Ja, dat moet je voelen. Ja, exact. Het bracht mij veel dichter bij mezelf in plaats van de andere. En ik weet ook, als oeken dan ben je veel, als de ander wat doet, dan ben je als oeken ook veel dichter bij de grond. En dat is een enorm verschil. Dat is natuurlijk ook wel helemaal. Ja, mooi, net wat Martina zei, dat viel mij ook op, veel dichter bij mezelf, minder buiten. En het kost wel eventjes moeite om goed bij jezelf te blijven, want in plaats van iets verder naar buiten gaan. Wat mij daarna ook viel is dat ik het zeg maar als hoeken zijn ook gewoon ging toepassen. Daardoor bleef ik die aanvallen ik ook meer bij mezelf. En voor mezelf die deed het meer en makkelijker. Misschien wel wat zachter was. Het is weer een nieuwe verkenning ook van je hele lichaam. Dus dat je dat asymmetrisch bewegen, dat is helemaal niet zo logisch, maar om het te doen wel dat het nieuw is. Maar dan voel je ineens een hele andere. Dat je met je lichaam, dat er wat er nog meer onontdekte bewegingen en spiertjes zijn. Dat is wel leuk. Ik van iedereen benieuwd, dus ik kijk gewoon steeds allemaal op zijn. Nee, ik ga niet zitten. Popcorn. Oh ja, precies. Officieel gezegd, popcorn verraden. Popcorn? Ik ben altijd erg van popcorn, dan stop ik gewoon in de magnetron. Dus dat is gewoon alles in de magnetron. Dan heb je wat te zeggen. Ja.
Ik wil gewoon weer. Toch nog wel een pop gooien, laat ik komen. Dat eigenlijk de. Door dus proberen die balans te vinden in die twee uitersten, dat wel. Hoe het lijkt en hoe het is en vast wel 3 miljoen keer moet gebeuren, maar dat voor mij ook wel heel vanzelfsprekend is om gewoon in dagelijks leven te kunnen oefenen. Ik zag me wel dat ook meteen toepassen in andere dingen. Je had het over tandpoetsen en zo. Ik zag het ook wel in andere dingen voor. Het is dus helemaal niet zo gek. Ik vind het heel erg leuk. Iedere keer weer nieuwe basisprincipes. En op sommige dingen gaat het heel erg goed. Maar als ik dan even later weer bezig ben, dan denk ik, oh, ik loop er steeds achteraan. Oh, ik ga Dus dan, ik vind het moeilijk om toe te passen in de vorm. Behalve op het moment dat het eventjes een specifiek ding oefenen. Dan kan ik het zelfs er al helemaal bij halen. Beter gaat bij het proces in ieder geval. Ja. De manier. Ik vind het wel intrigerend dit. Die tegenstellingen. Ja, zelf ben ik heel erg van aan het worstelen gaan in mijn lijf, fysiologisch en om dat te voelen. Dat je in je hoofd niet wil gebruiken. Dus vergeet je natuurlijk uit. Goed. Ja, een kleine kunnen maken. Paardje. Goed, ik hou van wandelen, dus dat paardje. Ja, mooi. Dat gaan we toch weer aflopen. Dus, nu weet ik, want er ook die meisjes zijn. Ja. En weet je, maar toen de folie en de techniek aan de Brussel was, dat ik een sas houden en ja, een achterkant. Het lukt wel. Soms wil je live niet wat je weet doet. Ja. Dan vormen wij jouw lichaam gewoon. En dan ja. Dat gaat er puur om dat je het gevoel krijgt, want dan had je het gevoel dus dat je dan weet dat het eens is. Mooi man, dat wel blijft lopen, ga naar proces. Nou, top dat maar eens. Ja, ik zit dat stil zijn toch? Stilte is het ultieme bewijs. Als je het zegt, dan moet je het doen. Dan zit je bestuur al even. Kan je meten. Ik kwam vandaag vooral voor de ontspanning inderdaad. Spanning. Ik merkte zaterdag toch een tot spanning in het hele performance heeft zat. Daarna kwam ik vooral om de makkelijkheid op te zoeken. En dat was de hele opbouwende les echt heel fijn. Man. Misschien is het een extreem. Ik denk van, laat het maar heel makkelijk zijn, zeg maar. Waardoor het heel sloppy wordt, zeg maar. En dan denk ik, dat is misschien wat beter omdat het er heel stijf uitziet. Maar vandaag is het wel een soort opbouwen dat ook nog wel een soort van structuur is, waardoor het en makkelijk is. En ik merkte daarna wel dat het in het examen wel op de kaart is dat ik iets losser kan uitvoeren, zeg maar, door de les van vandaag. Ja. Dus eerder dan ik voorheen echt had van het moet echt perfect technisch en dan gaat het juist wat. Ja. Dus vandaag ook een mooi gebouw om het ook gewoon wat soepeler te bewegen. Ja, uiteindelijk spanning in je geest is dit. Doe maar eens als je heel ontspannen, je geest heel ontspannen is. En spanning is een beetje door echt iets te veel te focussen. Voel je dat? Dat is de spanning in je geest. Het is bijna spanning in, want je voelt het gewoon. En je ogen gaan niet meer naar elkaar omheen, zie alles, zeg maar. Maar dat is hetzelfde van, dat is strak allemaal. Dus moet je dat gewoon relaxed. Verder is het wel, is vet solid allemaal. Ik zat nog een beetje te kijken, zodat ik hier bezig was. En dan zie je gewoon steeds meer erin zakken, zo die andere kant. Dat is echt gaaf om te zien. Ja, precies. Ja. Ja, dat is hetzelfde nu. Zeg, als je naar voren gaat, dan zou je naar achteren zakken. Toevallig gaan we nog één keer bewegen, dus mijn laag.
gemaakt. Thank you. Maar dat is geen... Even 1, 2, 3. Oh ja. Oh, dat is heel mooi. Ja. Zonder daar heel strak op te letten. Arigato, gozaimasu. Alle leraren die er waren, ja. Er was aangekondigd dat een sensei niet meer naar Europa komt, maar er is helemaal niet zijn mens eigenlijk, hij wil graag komen. Maar er is een obstakel, een financieel obstakel, die iemand die dat begint, bekleedt er zo'n financieel risico aan. Gaat dit niet draaien of niet? En daardoor is het een beetje de Michael Park hier in een moeilijke situatie gekomen. En Franco kwam er net uit met zijn heel veel leerlingen die dan toch wel budget hebben bijgevuld. Ze hebben afgesproken dat alle dojo's in Europa, maar dat heeft Europa alleen. En zo'n soort, ja, ik kan het een lidmaatschap geld noemen, maar het is geen lidmaatschap geld. Het is een geld die wij willen sparen. Voor de soms van, ja, spaar, ja. Ja. Van sensei. Zo, Dirk is deze jaar gaat het organiseren, niet red ik het wel of niet. Dat zou dan voor hem een moment zijn om niet te doen. Maar als hij weet dat wij op de 5-6 plekken, 5-6 voor de euro een potje hebben, waarbij mocht hij tekort komen aan 2000 euro, dan springen wij erbij. En dan is het weer. Waardoor wij allemaal een baat van hebben, en wij gaan dan die stoppen ook naar de Dirk dichterbij van Japan. Ja, heel concreet in Denemarken wil ze in 2021 het seminar doen. Vandaag kreeg ik ook de locatie door en ze zijn wel praktisch uit. Ze zijn wel met sensie afstemmen, die weten dat het komt, dan even concreet maken. Maar ja, het loopt een financieel risico. Dus als iedereen aan spapelt heeft in Europa, alle dojo's, kunnen ze daar wel bijdragen, mocht er te weinig zijn. Als het genoeg is, geen probleem. Zo eigenlijk het risico weggenomen voor de selectie. Ja, technisch betekent dat is wij hebben afgesproken een 10 euro, die zo bedrag, per jaar, om te heffen van een volwassenenleerling. Nou, wij zijn 17 jaar geleden, dat is 270 euro deze jaar. Het zou dan gebeuren in oktober met incasso. Het wordt niet meer 33,50, maar 43,50. Eenmalig. Eenmalig, daarna is het weer niet erg bij. Kijk, ik ben niet van plan om iemand te verplichten. Dat is helemaal niet de bedoeling. Mocht het zo zijn dat iemand gewoon moeilijk heeft, wat dan ook, dan moet hij zich melden bij het bestuur of zo. Kijk naar dat 10 euro zeg gewoon, als je weet dat je, weet ik veel, een KNVB alleen betaal je 100 euro per jaar of zo, om je kind te laten voetballen. En dat is een van de organisaties waar we helemaal niks aan hebben. Die zegt gewoon iets voor ons. Ja, kijk, met lidmaatschap is zo. Iemand die echt krap zit, kan altijd naar jou gaan en dan kijken ze voor een betaalregeling of zo. Nog een tientje te veel zijn, dan misschien 1 euro per maand of whatever. Maar in principe is dat een bedrag dat we met elkaar dachten: van nou, dat zal wel te dragen. Dat is relatief zeker. Ja, ja. Dat gaat ook niet. En ik wil wel weten, ook als iemand niet wel behoefend is hoor. Niet dat ik rijk ben, maar als je dat niet kan, dan ben ik wel blij. Daarom staan we voor open. Het is niet zo dat. Kijk, het is deze oktober. Geld, hè? Is het deze oktober? Volgend jaar. Deze oktober. Okay. En dan volgend jaar hebben we 2 keer kunnen incasseren. Ik dacht dat zijn ze naar Denemarken kwam. Nee, ja, ik snap het. 500 euro hebben we al. Sur en Thomas die organiseert dat. Mocht het zo zijn, we hebben een jongens in Italië misschien 1000 euro. En hoe heet het in Duitsland wat? Engeland, wat, ja. En die is toch wel 2.500 euro, is wel iets, ja, moet ook zo zijn dat je de... Dus dan van de risico hebben we dit ook gedeeld, dus even heel kort, ook qua tijd, even de reacties. Ja. Ja, prima, ik zit me even af te vragen, is het een systeem waarbij, nu vindt het plaats in Denemarken, dat standaard alle dojo's een x-bedrag naar Denemarken Nee, alleen als het nodig is, als ze het goed hebben, vullen we het aan.
Want als je er zo'n systeem van zou maken, schuift dat bedrijf dat geld gewoon rond en heeft zijn functie. Dat wilde je juist niet. Iedere dojo had het zelf. Dus het is gewoon je eigen geld. Maar zonder van onze dojo, alleen mocht het nodig zijn, dan kan alle dojo zo juist uit de voordelen. Als je uitkomen, dan is het goed. Niks aan hand. Dat wordt blijven nog misschien, want je ziet al een weg. Ja, we hebben toch nog geld ook in kas. Dat is zelf al als vereniging. Dus daarmee kunnen we wat mij betreft ook een klap opvangen. En dan dat we dan na draagkracht dat weer aanvullen of zo. Dat vind ik ook goed, maar een tientje vind ik ook prima. Het is waarschijnlijk nu eenmaal voor de komende seminar. En dat gaat niet volgend jaar door, dus per se voordat gedaan. Ja, het seminar is in 2021, dus volgend jaar is geen seminar. Dus we doen het dit jaar en volgend jaar. En daarna komt het seminar en dan hebben we een potje van 2 keer incasseren. Okay. En hoe je daarna verder gaat, dat kijken we wat met Sensei. Okay. Wanneer komt die of komt die niet? Als dat geld niet wordt gebruikt, dan is het gewoon van ons. Ja. Dat blijft gewoon in de kast staan. Volgens mij wel bedrijven is het gewoon risico. Als je een museum moet voor 3000 euro tickets kopen, dat moet je nu al betalen, maar je krijgt het seminar al pas. Als het zelf organiseert, precies, wat je daarvoor gebruikt, dan kan dat ligt eraan. Het is echt als ze in hem inkomen. Meestal kunnen ze voorschieten, maar als ze niet kunnen voorschieten, dan moeten we kijken hoe we dan helpen. Ja. Het is meer aan het eind als het onder de streep niet lukt, zeg maar. Maar als het achteraf, hij pakt zijn creditcard gebruikt en dan ging hij vet in de min en dan hoopte hij niet meer rond te komen. Ja, dat bedoel ik dat je daar dan het geld van de doos gebruikt. Als het nodig is, maar dat zeggen dat vraagt ze eigenlijk niet. De bedoeling was om dat achteraf, met verrekening, dan zijn ze niet al dan te gebruiken. Als zij kunnen zeggen, alleen we komen in de min, dan... Op nul brengen en dan is geen verzoek in dienst. Easy op nul, dan is het goed. Heb je verdiend, dan is het verdiend. Heel goed idee. Maar op die manier verzekeren dat wij daadwerkelijk sinds de IMF zijn. Dat is het doel, dat is het enige doel. Dat wij allemaal een beetje kennis doen. Zeker. Ja. Top toch? Komt er nog een mailtje daarover met alle? Ja, alle. Ja, is goed. Ja. Staan we weer solidair? Solidair. Toch, dat is een beetje een